Hoofdstuk 2. Dictatuur nee, rechtsstaat ja. De rechtsstaat en de dictatuur. Gaan we eens vergelijken. Op een aantal belangrijke punten. We beginnen met de grondrechten. In een rechtsstaat zie je dat grondrechten worden gewaarborgd. Dit noem je ook wel rechtsbescherming. In de dictatuur kun je eigenlijk niet spreken van grondrechten. Die zijn eigenlijk niet aanwezig. In een rechtsstaat word je bestuurd door een gekozen parlement. Terwijl in een dictatuur één leider of een kleine groep mensen, die vaak niet gekozen zijn, de baas zijn. Je ziet in een rechtsstaat dat het leger eigenlijk alleen wordt gebruikt voor defensie of voor humanitaire missies. Terwijl in een dictatuur zie je dat er vaak een grote rol is voor het leger. De bevolking wordt ook onderdrukt door middel van het leger. In een rechtsstaat kennen we vrijheid van pers. Als de regering een besluit neemt, dan mag daar best negatief over geschreven worden. In een dictatuur is er echter censuur. Wat betekent dat er gewoon gecontroleerd wordt wat in de kranten staat of wat op televisie komt. En dat wordt dan aangepast. En propaganda wil zeggen dat een regering eigenlijk reclame voor zichzelf maakt en daarbij flink liegt. Als we eens kijken naar de wereld, dan zijn er nog een aantal bekende dictaturen aanwezig. Voorbeelden daarvan zijn Cuba, Iran, Noord-Korea en misschien wel de bekendste, China. Maar wat is nou eigenlijk een rechtsstaat? In een rechtsstaat worden de burgers beschermd tegen machtsmisbruik van de overheid. Dat is weer vastgelegd in allerlei wetten en de belangrijkste staat in de grondwet. Daarom noem je deze bescherming tegen de overheid ook grondrechten. Een aantal voorbeelden van wetten die in de grondwet staan zijn bijvoorbeeld artikel 1, gelijkheidsbeginsel, artikel 6, godsdienstvrijheid en artikel 7, vrijheid van meningsuiting. En in een rechtsstaat kennen we onafhankelijke rechters. Je kunt de overheid dus aanklagen.